Dit stukje wordt opgenomen voor de beginners. Iedereen die graag het begin van deel 2 opnieuw eventjes inoefent. We gaan de eerste set van bewegingen nemen en die heel geleidelijk, stapje voor stapje, proberen aan te leren. Laat eerst eventjes de handenbeweging zien. We komen naar deel 1. Herinner u dat we hier een horizontale lijn naar achter hingen. En op die manier openen. We staan in Mabou. Mabou wil zeggen, dat is een heel goede plaats om even je structuur te oefenen. Hè. Dat je redelijk breed staat. Hè. Paarden zit. Je probeert je gewicht mooi naar de hielen te leiden. Hè. En dan doen we de push the floor oefening. Dan duw je vanop je hielen op de grond en je gaat voelen dat je heel wat beter zit. Kijk naar de richting van je knieën. En breng de handen in de richting van je knieën naar boven. Ja. En dit is de starthouding. Mabou. Kijk naar de linkerhand. Ja. En van hieruit gaan we de beweging opstarten. Ik overloop ze eerst eventjes, zonder uitleg. En dan starten met naar achter te gaan. Dat is voor de volgende keer. Drie bewegingen. De eerste is eigenlijk de moeilijkste. Eerst is de overgang van de Mabou-houding naar een Gongbo-houding. Openen. Handen staan mooi op dezelfde lijn. Kijk naar uw linkerhand. Breng de handen in de lijn van de armen. De rechterhand begint te draaien. En duw je af op het rechterbeen. Verplaats je gewicht. Duw naar de linkerkant. En draai de linkervoet zo goed mogelijk naar 90 graden. De rechterhand gaat voor. De gewicht komt volledig links. Zodat je steun hebt. Om dan mooi te verplaatsen met de handen. In de middellijn. Dat is de eerste beweging. Probeer dat nog een keertje. Ik ga het niet eventjes doen. En zodanig dat je kunt meedoen. Dus. Op die manier. Rechtervoet, linkervoet. Eén lijn. Openen, handen in lijn brengen. Je draait je rechterhand, verplaats je gewicht op de linkerhiel en draai op die hiel de voet naar 90 graden en zet bij kruis. En we keren terug aan de driehoekstructuur. Nog een keertje proberen. Mabou, linkervoet staat voor de rechter, de rechter staat iets meer naar achter. Komt de hiel nu ongeveer ter hoogte van de teen. Handen in de lijn van de knieën, kijk naar je linkerhand. En duw mooi recht, zodat je kunt via de bal van de voet een stevige structuur hebt. En dan breng je de handen in de lijn. De rechterhand draait, gewicht komt naar de linkervoet, draai via de hiel. Alle gewicht zit vooraan, zodat de rechtervoet vrij rustig en ontspannen zich naast u kan zetten. Je eindigt dus in Gongbo, een kruis voor u, rechterhand onder de linker en de twee voeten parallel in die richting. Als we daar zijn, gaan we over naar een soort driehoekstructuur. We staan mooi in Gongbo. Span je achterste been en laat u neerzakken. Maak samen met de handen vuisten. Dus
onderste onderdeel van je lichaam komt gewoon van Gongwu Nksubo. Hoe stevig, goed afduwen, mooie rechtlijn, niet naar de achterste, neerzetten. En de handen, die maken een driehoekstructuur. Dat wil zeggen dat je met beide handen een vuist maakt. De ene vuist komt onder de linker elleboog, de andere vuist komt voor u te staan. Ja. Dan zakt de rechterhand naar beneden. De linkerhand, die draait zich open en je gaat terug naar voor. Opent de linkerhand verticaal, draait de rechterhand horizontaal. De rechterhand komt onder de oksel. En nu hier, deze elleboog is vrij, waardoor je hem kunt naar voren, naar boven, naar beneden laten zakken. De rechterhand gaat naar voren, de linkerhand wordt aangespannen en je spant de boog. Dus we doen nog eens opnieuw. Kruis, neerzetten. Ja. De driehoekstructuur. De linkerhand staat voor de neus. Je kunt voelen dat je je neus langer maakt en vastpakt. Zakt, opent, de hand gaat terug naar voren, opent zich verder, de rechterhand komt horizontaal onder de oksel, laat de elleboog zakken en nu de boog openen, op te aanspannen, ontspant de linker elleboog, de rechterhand gaat naar voren. En ook hier zet je neer. Comfortabel. De volgende beweging, dat is de volgende week, is achteruit stappen. Ja, we gaan de twee eventjes proberen te combineren. Recht 45, breed uitstappen. Het is andersom. Dus recht 45 als volgt. Recht 45, breed. Gongwu. Kijk naar de linkerhand. De linkerhand komt in de lijn. Draai die door. Draai op de hiel. Gewicht komt de linkervoet. Rechtervoet stap bij. En je komt mooi. Kruis de beweging voor je. Die maak je vuisten. Pak je neus vast. Nou, je verlengt de neus dan toch. Dat je goed zit. Stevig, duw je af op de rechtervoet, zodat je een mooie vierde houding houdt. Zak, vooruit, openen, horizontaal, onder de oksel, elleboog zakt. En nu de linkerhand komt terug, de rechterhand gaat naar voren. Een mooie uitgebalanceerde beweging. Ksubo. Zak, linkerhand, stap naar achter. En hier stop. Nog één keer samen. Dus rechtervoet, linkervoet recht, rechtervoet 45. Neerzetten. Handen in de lijn van de knieën. En dan gaan we. Draai. Gewicht komt op de linkervoet. Draai op de linkerhiel. Handen komen naar het midden voor u. Rechtervoet zet bij. Neerzetten. Dus ontspan de knie. Zet u neer. Ja. Zak. Vooruit. Openen. Draai de hand horizontaal. Onder de oksel. De boog aanspannen. De rechterhand zakt. En laat je lichaam naar voren gaan. Linkerhand gaat
linkervoet stapt. En we stappen uit. Voilà. Intro deel 1. Tot volgende week. Intro deel 2, sorry.